Ze gaan keihard, de jongens van de futuristische funkformatie Delict. In 2013 ontmoeten ze elkaar op de Popacademie in Rotterdam en binnen no time slepen ze de ene na de andere prijs in de wacht. De Muzikantenprijs bij de Grote Prijs van Nederland, de Rotterdam Music Award. Ze spelen zichzelf nog meer in de kijker met Praat Rotterdams met me. Meer dan 2,5 miljoen keer bekeken op YouTube. En zij zegt, schat, ik kom uit Amsterdam. Ze komen in De Wereld Draait Door, worden geboekt voor Lowlands en getipt als dé festivalact van deze zomer. Wie zijn die jongens van Delict? Amsterdam? Ik ben de producer samen met John. En wij maken eigenlijk de beats waar Jordi overheen rapt. En op het podium ben ik ook een beetje uitvoerend muzikant. Georgie Kuiper, 21 jaar, student muziektechnologie, producer bij Delict en freerunner. Dat is eigenlijk een beetje een combinatie tussen parkour en turnen. Zo snel mogelijk van A naar B, maar wel met mooie trucjes ertussen. Het is vooral een beetje een soort uitdaging zoeken van ja, ik weet dat ik dit kan en hoe kan ik nog net even een tandje verder gaan zonder dat het gevaarlijk wordt. En jezelf eigenlijk uit blijven dagen. Bij optreden hou je de adrenaline juist uit de dingen als ze niet zo gaan als je verwacht. En bij freerunnen is het juist precies andersom. Als het wel zo gaat als je verwacht, denk je van yes, precies zoals ik wou. Ik ben meer instrumentalist. Want voordat ik produceerde heb ik gitaar gespeeld en piano. En John is echt meer van de knopjes en echt productietechnieken. En zo wisselt dat elkaar heel goed af en samen. Ja, samen vullen we elkaar daar ook heel goed in aan. Even kijken, toevallig kwam ik laatst een van de allereerste versies van iets wat uiteindelijk, ja dat bedoel ik, is geworden. Want eerst had ik volgens mij een lijntje, gewoon een synthesized lijntje verzonnen. Even kijken. Volgens mij was, ja dat bedoel ik, gewoon begonnen met heel simpel. Ik had een plugin gedaan wat een emulatie is van een 303. Dat is een iconische bass synthesizer die heel veel gebruikt is in de house en early dance. Dat had ik gewoon wat nootjes ingetikt. En toen eigenlijk was het gewoon begonnen met ja, een kick eronder te zetten. Heel gauw vluchten gewoon in elkaar gezet en ik vond het in principe in eerste instantie vond ik een beetje simpel omdat het gewoon was alleen een kick en een dingetje en alles, maar ik weet nog ik aan Jordi liet horen en zei van zo ja dit moet je afmaken en ja dus dat ik van nou oké okay. En uiteindelijk is het best wel leuk uitgepakt. Ja, ik kan voor de grapjes eventjes de uiteindelijke versie ernaast zetten. Die clip is opgenomen in de OQ. De OQ, ja. Hoe vond je dat? Ik vond het heel erg leuk die dag. Het is toch erg was het in het begin heel erg spannend. Want wat idee, ja, wij gaan zelfs de stripper spelen. En dus dat was, maar uiteindelijk was het echt een hele leuke dag. En echt een hele ervaring. Ook je eerste videoclip meteen in een gure stripclub in gekke broekjes. Dus ja, dat was wel een ervaring. Ik had dit in de trein gemaakt.
En toen kwam ik op school aan, het liet aan Jordi horen en toen zei hij ook meteen eens van ja, dit is er weer eentje. En dan, dus deze moet ik ook nog af gaan maken. Oh. Het is echt oude disco eigenlijk gewoon, hè dit. Dat hele oldschool vibe. En had ik hier al een beetje rekening mee gehouden. Dat hier gaat waarschijnlijk naar Jordi iets overheen zingen of rappen. En dat, als ik weet dat het echt iets voor de licht gaat worden, dan heb ik van tevoren ook al een beetje rekening mee. Ja, dat het even terugvalt, zeg maar. Dat, ja. Ja. En langzaam weer een beetje opbouwt. Wat vind je nu van het feit dat het zo goed gaat met de licht? Is dat een kick? Ja, het is heel erg een kick en ergens ook een beetje onwerkelijk. En ik probeer vooral er nu gewoon van te genieten, want omdat we nu heel veel aan het spelen zijn, dan is het toch al dat het gauw een soort van normaal gaat voelen. Maar als je dan achteraf terugkijkt, is dit wel echt een jaar, ja, waar ik denk misschien over 10 jaar naar terugkijk en denk van zo, ja, dat was tof. Dus ik probeer me dat wel heel erg te beseffen. Ja. Kun je nog over straat? Of, Ja, ik heb daar gelukkig niet zoveel last van. Dat is echt Jordi, die wordt regelmatig herkend. Want hij is een best wel sprekende frontman. En ik en Sean, vooral Sean, die zijn wat meer op de achtergrond. En dat vinden wij eigenlijk juist wel prettig. Het is zelfs zo erg dat af en toe, als we ergens op een festival hebben net opgetreden, komt er iemand die vraagt aan Jordi, mag ik even met jou op de foto? En dan roept ze mij van, wil je er ook even bij staan? Maar dan vergeet ze Sean gewoon. En het is zelfs een keer voorgekomen dat iemand aan Sean vroeg om de foto te maken. En in het begin zeiden we het nog, maar nu hebben we echt zoiets, vind het eigenlijk juist wel grappig om hoe lang dat gewoon is dat door blijft gaan. Dit is de analoge studio. Dan gaan we gewoon een beetje één voor één al deze dingen uitvogelen. En op een gegeven moment Kraftwerk nummers namaken. Of Giorgio Moroder, die werkte ook al met dit soort apparaten vroeger.